Misschien komt hij door de lange verkering op de kwaliteit van de gangloper, maar op de plek in de gang waar een meisje en ik s'avonds afscheid nemen is een gat in de loper gekomen. Mijn aanschouwende schoonmoeder eist van mij nu een nieuwe loper. Wat zijn de kopstukken? Moet ik het verzoek inwilligen? Ja, ik heb ook nogal wat lopers versleten. Die zit bij ons nogal in de familie. Een broer van mijn vader. Die deed er zo lang over dat ze beton hebben moeten starten op die plaats. Maar het hielp niet. Ik heb een vrouw gekend die had 7 dochters. Heeft uw schoonmoeder dat ook? Nee. Juist. In de vestibule liet ze 7 granieten platen aanbrengen. Weet u wel, als ze dan een vrijer aanbelde, deze zelf openen, vroeg ze: wie had u gehad willen hebben? En dan zei zo'n jongen, zei dan Marie bijvoorbeeld. En dan zei ze: plaat 3. Elk jaar werden de platen ook gerepareerd. Want later waren ze zo versleten dat je alleen maar 2 hoofden zag. De oudste, die heette Anna, die zag je helemaal niet meer. Soms riepen ze: ben je er nog, Anna? En dan riep ze uit de diepte naar boven: Jan gaat zo, moeder. Na een tijdje kreeg ze zelfs een laddertje. En toen ze eindelijk trouwde, is er zelfs de brandweer aan te pas gekomen. Op het stadhuis droeg ze ook een blauwe bril. Dat is helemaal niet meer aan daglicht gewend. De man is spoedig daarna aan rheumatiek gestorven. Ook een zusje had ze, Josephine, was ook een heel hartstochtelijke natuur. Die is er nooit meer uitgekomen. De verloofde wel. Maar het was op het randje, hoor. Hij is met de handschoen getrouwd, dus.